Wie aan het Concertgebouw denkt, denkt waarschijnlijk hieraan. Eindeloze rijen stoelen gericht naar dat hoge podium. Dit is de grote zaal. Maar als je meer van kleine feestjes houdt dan van grote, dan is de kleine zaal iets voor jou. Het zusje van de grote zaal. Onze huiskamer voor kamermuziek. Met in deze aflevering de piano. Pianomuziek is bijzonder, denk ik, omdat iedereen de klank kent. Dit is Mirjam, programmeur en connoisseur van kamermuziek. In elke gemiddelde buurthuis of aula staat wel een piano of een kleine vleugel. Het is een heel erg benaderbaar instrument. Van hele lichte tot hele zware muziek. Alle kleuren die je kunt bedenken, kan dat instrument maken. Hier, zijn jullie er klaar voor? Enjoy making music and have fun! In de kleine zaal is een concert door één solist al ontzettend bijzonder, want het gaat alle kanten op. En bij hoge uitzondering hebben we zelfs twee vleugels op het podium staan. En dat wordt spektakel. Twee pianisten die eigenlijk een battle aangaan of samen juist moeten komen om een muzikaal verhaal te vertellen. Dag Thomas en Nicolas. Is dit nou nog kamermuziek? Twee piano's, is dat nou kamermuziek? Ja, het is toch wel kamermuziek. Zeggen. Ik bedoel, een sonaat van Mozart is toch ook kamermuziek eigenlijk? Ja. Het is misschien twee piano's, is wel een beetje het buitenbeetje in de kamermuziek. En wat maakt de ervaring in de kleine zaal zo uniek? In de kleine zaal kun je een piano echt ervaren. En dat komt omdat de zaal relatief klein is. Je kunt elke nuance horen, elke kleurschakering. Dus je maakt het van heel erg dichtbij mee. Dus je kunt ook echt met de pianist meeleven. En het is gewoon een ontzettend bijzondere ervaring. Wat denken jullie daarvan, heren? Hier in de kleine zaal is het eigenlijk in mijn mening extra leuk. Want we hebben twee mooie vleugels, mooie akoestiek en alles is perfect. Genoeg pianokruk, kleed. Ja, nee, het is hartstikke leuk. Ja. Daar heb ik helemaal niks aan toegevoegd. Sebastiaan, suppost en kleine zaalkenner. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Het enige wat je hoort van muzici hier is, wat is deze zaal fantastisch? En het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar ik kan het ook niet helpen. Ze zeggen het. Hier wordt klein groots. Dit is de kleine zaal.